Opnieuw terug. Heb je al een keer paar keer vaker gedaan. Maar nu, aan de vooravond van jouw Mode Super Series debuut, kijk je ernaar uit? Ja, tuurlijk. Het is ook super gaaf om daaraan mee te mogen doen. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Je bent een tijdje weg geweest. Nou, laten we die development tours, de opleving even buiten schouwen. Je bent weer terug. Je oog heel fit en fris en vooral hongerig. Waarom ben je weer terug? Ja, omdat ik het toch stiekem gewoon nog heel erg leuk vind eigenlijk. Nou ja, ik vind het wel lekker dat ik niet meer heel veel dart. Maar als ik dan een tijdje niet heb gedart, dan gaat het toch alweer een beetje kriebelen. En dan vind ik het af en toe wel leuk om gewoon eens toch weer even langs te komen. En is dit dan een beetje de manier, de Dutch Tour, misschien een beetje modus erbij, is dat dan een beetje de manier om het dan een beetje zo te gaan doen? Ik denk voor mij wel, want dit is niet dat je iedere week hoeft te darten, zeg maar, weet je. En dat is voor mij gewoon lekker, dat ik gewoon af en toe kan spelen als ik wil. Maar niet dat ik week in week uit hoef te spelen. Dus ik denk dat dit voor mij wel de manier is. Goed, je bent natuurlijk oud tourkaarthouder, waar je, ja, als je erin zat, heel goed kon spelen. Brengt dat voor jou ook verwachtingen mee naar de modus of laat je dat helemaal los, ligt dat achter je? Ik weet natuurlijk dat ik het kan en dat het op een goede dag ook zeker kan vallen richting mij toe. Alleen, ik ben ook wel gewoon realistisch, ik doe er niet heel veel meer aan. Dat is niet meer mijn prioriteit, dus ik ben ook wel realistisch dat het ook gewoon misschien wat minder kan zijn. Dus ik sta er gewoon een beetje open in. Ik sta er open in, maar als we zien wat jij de laatste paar keer op de Dutch Tour hebt gedaan, is dat echt wel serieus niveau. En helemaal de NDB-finale, dat was helemaal een knaller. Dus het zit er van binnen nog wel in. Maar toch niet de ambitie om er iets meer mee te gaan doen? Nu nog niet. Wie weet in de toekomst. Maar voor nu vind ik het heerlijk dat ik af en toe gewoon lekker kan spelen, maar ook gewoon mijn rust kan pakken. Dat vind ik toch wel lekker. Je hebt niet veel Eurotours gespeeld, maar nou wel weer terug op een podium. Daar moet jij toch wel naar uitkijken? Ja, dat is toch wel even. Ja, NDB was natuurlijk op een podium, maar daarvoor was het wel even geleden. Ja, nee, dat is natuurlijk super gaaf om daar aan mee te mogen doen. Heel gaaf. Kijk er naar uit, Mike. Veel succes.